dit ben ik. En als je dan kijkt naar André en je legt dat zo naast elkaar. Ja, als we broer en zus waren geweest, hadden ze het ook geloofd. Nou, dat is eigenlijk een uit de hand gelopen geintje, wat ontstaan is op een cruise. En daar was een karaoke show aan boord. Dus ik heb een pak aangedaan van mijn vader, veel te groot. Hoedje op, blikje bier gehaald. En mijn tante, die tekende met een zwart oogpotloodje, zo een ringbaardje en zo twee van die bakbaardjes. En toen deed ik bloed, zweet en tranen. Nou, heel die tent. Andrea, Andrea. Precies in die tijd was er een oproep van SBS6 van het programma Fans. Ik zeg, mijn grote wens is eigenlijk dan om als Andrea Hazes een duet te gaan doen met Wolter Kroes. 4 maanden na de uitzending, en die was in 11 april 2009, heb ik mijn andere bedrijf kunnen stoppen om mijn eigen fulltime te storten op André Hazes. Zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Geproefd van het leven, zoveel vrienden omgekeerd. Oh man, dit is echt geweldig. Och. Ja, ze lijkt echt onvoorstelbaar. Daar krijg je gewoon kippenvel van als je dit ziet. De broekje ophalen. Ja, echt. Weet Dre ook, hè? Ja. Hoe vaak stoot ik mijn kop? Maar toch, ik ben tevreden met alles wat ik ben. Als je roem voorbij is, moet je kijken wie je nog kent. Met bloed, zweet en tranen. Toen ik 13 jaar was, toen openbaarde bij mij een aandoening. Nou, die ziekte, dat is een soort met van vetstofwisselingsziekte. Het bijzondere van die aandoening is ook dat er maar 6 mensen in Nederland zijn die het hebben. En nog het meest bizarre daarvan is dat ik er één ben, mijn zusje er één is en mijn moeder. Toen zij ons kreeg, wist zij helemaal nog niet dat zij ons ging belasten. Nee. Kijk, en wij, mijn zus en ik hebben toen ik 17 was en zij 16, te horen gekregen dat als wij kindjes zouden krijgen, dat ze wel erfelijk belast zouden worden. Ja. En wij hebben daar een streep door gezet. Ja. Ja, dus kijk, wij konden daar een keuze maken, maar zij toen, wij zien dat ook niet als een verwijt, hoor. Nee, nee, maar ik hoop dat u dat zelf ook niet zo ziet. Nee, hoor. Het is wel een beetje jammer. Nee, joh. Ik zie het door mijn aandoening niet uit als een standaard vrouw. Kijk, aan de andere kant denk ik ook, nou ja, oké, dan is er in mijn mengingsprocesje wat fout gegaan. Maar ja, ik heb wel eenmaal zo dat ik nou toch op André Hazes lijk. Nou, wat een heel erg groot nadeel van deze aandoening is, is dat hart- en vaatziekte is in een zeer ernstige vorm aanwezig. Mijn vatenstelsel van binnen ziet eruit van een vrouw tussen de 85, of nou, laten we zeggen tussen de 80 en de 90 jaar oud. Ja, en kijk, daar ben ik heel realistisch in en dat moet je ook wel zijn. Er is nog nooit iemand 150 geworden. Ja, ik ben nu 43 jaar, dus ik moet de dag gaan plukken. Zondag 14/11/2010 komt mijn grote, kleine, lieve schat thuis. Lady Diva. Ja, er komt een kind in huis, in dit geval dan een hond. En dit is wat er allemaal al voor er gekocht is. Dit is de zwemvest, de bling-bling winterjas. De bontsjaal, voor als we natuurlijk op stap gaan en een bonte avond hebben. Nou, hier heb ik nog een paar leuke truitjes. Ja, en wat denk je van dat jurkje? Dat is ook helemaal geweldig. En dadelijk gaan we bij erop visite.
Zo, op naar mijn kind. Een tranen trekken, dit. Die heb ik er altijd eigenlijk een beetje in zitten. In mijn optreden. En dat is, ja, zo'n mooi nummer. Er zijn een paar nummers, ja, daar krijg ik zelf ook, helemaal emotioneel van. Maar dat zijn nummers die passen in mijn eigen leven, hè? In mijn eigen dingetje. En welke zijn dat? Want ik hou van jou. Dat is voor mijzelf een heel... Dat doe ik bij elk optreden ook. Het is voor mij een heel emotioneel nummer. Waarom? Ja, moet ik toch heel erg terugdenken aan mijn hele gelukkige jaren die ik heb gehad in mijn huwelijk. Kijk, ik heb eigenlijk een heel mooi huwelijk gehad. Alleen zeg ik altijd slechte afsluiting. Wat ik overigens nooit verwacht had. En ik denk voor heel veel mensen die horen wat ik nu zeg, is dat je grootste verdriet in je leven. En zeker als je er zelf niet voor kiest. Ja. Kom jij eens, meis. Kom jij eens. Hallo, moppie. Ze is moe. Ben je moe? Hé? Een ander verwacht een kind en ik mijn hondje. En ik kijk er heel erg naar uit. Ik wil gewoon weer zorgen en mijn liefde kwijt. Dat ga ik dadelijk helemaal in dat hondje stoppen. En dat is gewoon mijn nieuwe liefde. En dat wil ik delen eigenlijk met de mensen die sowieso in mijn leven al heel veel hebben betekend. Net zoals, ja, mijn ouders, die hebben het best wel wat met mij te stellen gehad. Maar altijd achter me blijven staan. Gewaardeerd hoe ik mijn leven leid. Mijn zus, dat kan ik helemaal niet uitleggen. Die betekent gewoon alles voor mij. Ach, slaap je nou precies, kinderke? Ja. Ja. Nou, ga mee. Hé, ga mee. Het is daar, mop. Zijn we er? Het is allemaal van jou, hoor, meis. Daar is ze. Gefeliciteerd. Hallo. Alles goed? Ja, prima. Oh, mama er nou niet bij is. Ja, ik doe het goed. Ik heb ze net aan de telefoon. Ja. Mijn moeder die is vrijdag met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Zij heeft op de 48e al 5 omleidingen gekregen. Daarvan zitten er alweer 4 dicht. Hi, mekaar. Ja. Ja, maar ik vind het zo erg dat je er niet bij bent, maar... Maar dit had ze ook zo leuk gevonden. Kom goed. Oh, jankballetje. Ging je niet aan? Nee. Diva, kom maar. Hey. Ik zeg altijd, maar je hebt 1 zekerheid in je leven. Dat is dat je doodgaat. Vandaag ben je hier en morgen ben je daar. Dus je moet gewoon echt leven alsof het elke dag je laatste dag is. En zo probeer ik het ook een beetje. Een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Geproefd van het leven, zoveel vrienden om.